Ja. Maar Manolev komt er de komende tijd wel weer in, heb ik gehoord. Manolev, ja, het blijft toch leuker als de vierde man, hij, vind ik. Blijft nou, ik geloof dat veel mensen erg genoten hebben van de vierde man. Jawel, maar dit is ook Johan, nieuws? Ja, we waren hem bijna vergeten, Jan Kromkamp. Maar hij is nog steeds bij PSV. Hij gaat terug naar Go Ahead. Die is dus gepasseerd, onder andere door die Manolev, als je nadenkt. Hè? Ja. Die Kromkamp. Maar die is nooit meer fit geweest. Hè? Nee. Die is nooit fit geweest bij PSV. Nee. Maar Mark Overmars die, wil hem nu terughalen naar Go Ahead. En dat schijnt er aan te komen. Dan zijn er wel leuke ontwikkelingen. Kijk, alle oude clubs van mij beginnen het weer goed te doen. MVV is periodekampioen, geweldig. En Veendam, wat natuurlijk bijna failliet was, die kruipen ook weer omhoog. En die doen het sportief gezien heel aardig. En die willen nu een nieuw imago opbouwen. En ze willen een nieuw logo, een nieuwe naam van de club, een nieuw shirt. En daar willen ze de supporters bij betrekken. Dus de supporters mogen alles bedenken. En ze vinden dat de lange leegte in stand moet blijven. Dat moet een geuzennaam worden. En het moet een beetje een cultclub worden. En iedereen kan dus een naam bedenken voor Veendam en een tenue en een logo. Dus gaan de opstelling ook bepalen of niet? Of gaat dat Ik weet niet of het publiek ook de opstelling mag maken, maar dan zou het publiek vaak beter doen, denk ik, dan al die trainers die net doen of ze het uitgevonden hebben. Ik denk niet dat Joop Galders over denkt, maar... Maar die club komt toch gewoon uit Veendam? Wat is er dan mis met de naam Veendam? Nou, ze vinden, het heet BV Veendam. En dan vinden ze een naam daar. Dus het wordt FC Veendam. Die geen warmte... Nee. Goed bedacht. Nou ja, dat is wat anders. Maar er zijn allerlei namen mogelijk. Maar BV Veendam, dat is een beetje een bedrijfsnaam. Dat vinden ze wat kil, waardoor de mensen geen binding met die club hebben. Nou, ik ben toch heel benieuwd wat dat gaat worden, ook gezegd. Nou ja, we kunnen heel creatief zijn. Ja. Utrecht is wezen scouten in Argentinië. En die zijn met een 22-jarige verdediger, Santiago Villafane, teruggekomen. En dat is de beoogde opvolger voor Tim Cornelissen. René, hou je vast. Manolev is heel erg teleurgesteld in de aanbieding van PSV. Hij heeft nog een 2-jarige optie. Echt waar? Ja. Nee, hij heeft nog een optie in zijn contract. En PSV kan die optie lichten. Maar de international kreeg te horen onder welke voorwaarden PSV het contract wil verlengen. En die financiële paragraaf van het voorstel bevalt Manolev niet. En hij wil aan het eind van het seizoen nog één keer praten. Hij wil niet tijdens het seizoen praten. Want dan is die, komt hij uit zijn concentratie. En dan zou hij wel eens een bal over kunnen schieten. Of zo. Dus hij blijft zich puur op PSV concentreren. En daarna is het of hij blijft of hij gaat weg. Ja, dat zijn verschrikken dit, hè? Nee, ja, maar dan, ik zie het aan je. Dan leg ik het verschil er wel bij. Ja. ik wil hem echt houden. Ja. Heel opvallend is dat Jean-Paul van Gastel, die zit in de technische staf bij Feyenoord, en die doet iets waar Mario Beenen misschien Feyenoord ook wel niet zo blij mee is. Die vertelt in een interview eigenlijk dat hij het helemaal eens is met de visie van Willem van Hanegum, dat Feyenoord over geweldige talenten beschikt. En hij zegt, Willem heeft gelijk, Feyenoord kan kampioen worden. Alleen nu nog niet, maar met deze lichting talenten en de jongens die eraan komen, krijgt Feyenoord gewoon weer een sterk elftal. En als de club dat weet aan te vullen met enkele gerichte versterkingen, zou ik niet weten waarom we niet naar de Koolsingel kunnen. En dan is Hans van der Zee heel erg boos op Rick van der Boog. Want Rick van der Boog die heeft hem voor televisie overal zwart gemaakt en neergezet als iemand die naar boven slijmt en naar beneden schopt. Maar hij zegt van die strijd had uitgevochten moeten worden voor de arbitragecommissie en niet voor de televisie. En ik heb van der Zee al 5 dingen gehoord waarom hij niet kwam. Een paar uur voor de arbitrage heeft hij zich afgemeld. Inmiddels heb ik 5 verschillende redenen gehoord. Eerst vond hij het geen persoonlijke zaak tussen mij en hem. Toen mocht hij niet van Ajax. Vervolgens was hij bedreigd. Toen hoorden we tijdens de arbitrage dat zijn gezin werd bedreigd. En uiteindelijk zei hij bij AT5 dat hij eigenlijk geen zin had. En als de commissie besluit om van der Boog alsnog te horen, dan zal van der Zee alle inhoudelijke kritiek die hij heeft weerleggen. Ja, maar uiteindelijk zal Coronel toch zeggen dat het allemaal klopt. Hè? Want Coronel is op dit moment ook bezig met een charme-offensief. Dus... Coronel van de Zeeuw, van de Boog, die zijn tot elkaar veroordeeld. Die moeten of de handen ineens slaan nu, of ze gaan samen ten onder. Ja. Maar het is langzamerhand een niveauloos geneuzel en geleuter geworden bij Ajax. En weet je wat er eigenlijk alleen maar aan de hand is bij Ajax? Kijk, al die waanzinnige, belachelijke platforms waar allerlei adviseurs niets in de melk te brokkelen hebben en misbruikt worden, dat zegt allemaal niks, joh. Ajax is in 2004 voor het laatst kampioen van Nederland geworden. Hmm. En
PSV heeft van Eindhoven de voetbalhoofdstad van Nederland gemaakt. Vervolgens komen AZ en Twente uit de provincie, die drogen Ajax ook af. En daar kan het arrogante Ajax niet mee omgaan. Alleen een kampioenschap brengt de rust terug in de arena. Ja, even tussendoor, René. Jeroen Piek uit Beuzeken die zegt... René, je hebt het er nu wel over dat de Meeuwers de middelcirkel niet uit is geweest. Maar, zegt hij erbij, vergeet ook niet dat hij erg belangrijk is door zijn coaching. Ja. Nou, ik heb die wedstrijd... Neem dat je het even weet. Maar als we het over die wedstrijd Den Haag-Feyenoord hebben... is die 2-0 met de rust... Nou, jongen, ik verbaas me wel eens over een uitslag in de rust. Maar hier heb ik me zo over verbaasd. Dat was tegen alle regels van het voetbal in. Je hebt een middenveld met Meeuwis die geen knikken raakt. Leerdam die geen knikken raakt. En Wijnaldum die geen knikken raakt. Je hele middenveld heeft 45 minuten lang geen knikken geraakt. En je staat gewoon met 2-0 voor met rust. De enige... maakt wel twee goede doelpunten, hoor. Ja, maar die speelt een voordoel. De enige die dat... Nee, maar de enige die dat maskeerde was eigenlijk Vlaar. Die vond ik geweldig spelen. Ja. Vlaar speelde een geweldige wedstrijd. Die heeft bijna 30 minuten van de 45 voor zijn verdediging gespeeld. Die stapte op 16, en die was diegene die elke keer die aanvoer naar voren had. Maar die andere drie. Maar dat is in geen enkel ander land komt zoiets voor. Nee, maar hou dat even vast, die gedachte. Hoezo? Dat zei je trouwens ook over Ajax en Anderlecht. Want het Ajax-middenveld zit ook een beetje inderdaad er tegenop. In ieder geval stond 1-0 voor de beste Johan. Is Toyfone de nieuwe Suarez? Wat vindt u van zijn gedrag, zegt Melissa Kuiper uit Den Haag? Ik heb me zo ontzettend geërgerd aan Toyfone. Ik was boos gisteren. Ik vind het ook een matennaaier eerste klas. En vervolgens heb ik me ontzettend geërgerd aan iedereen bij PSV. Want dan krijg je Fred Rutte in beeld en die zegt, ja, zo zijn de spelregels. En dan heb je Marcel Brands die zegt, ik ben blij met Toyfone, want hij is slim en dat is professioneel. Maar het is toch te gek voor woorden dat iemand zo een collega een oor aannaait, waardoor NAC binnen een mum van tijd met 10 mensen staat en kansloos is. En iedereen bij PSV wrijft zich in de handen. Goed gedaan, Ola. Nou, als ik in de raad van commissarissen zat bij Philips, en dan moet je de toekomst niet uitsluiten, dan zou ik zeggen, wij stellen miljoenen beschikbaar. En die Toyfone, die misdraagt zich op een walgelijke, schandelijke manier met Philips op de borst. Dat zou voor mij een reden kunnen zijn om geen Philips TV te kopen. Want daar wil ik niks mee te maken hebben. Als iemand in de tackle gaat en een overtreding maakt, daar kan ik mee leven. Maar iemand zo bewust een oor aannaaien en dat dan zo'n bijziende scheidsrechter op zijn neus erbij staat, en geen enkele personality toont. Moet je kijken, met twee vingers krijgt hij een duwtje en dan gaat hij. Jongen, wat een kwijlenbabbel. En dat is dan... Maar en dat is dan dezelfde man die na de WK over Nederland zei, ze hebben gespeeld als een stel varkens, hè, een Toyfone. Ja, dat is een beetje vrij uitgelegd qua Zweeds enzovoort, maar je hebt wel gelijk dat hij... Maar nog wel een paar. Maar deze man, die gedraagt zich zo dat je eigenlijk een stemming over je krijgt in godsnaam dat PSV geen kampioen worden. Want als ze zo kampioen worden, dan gun ik het ze niet. Maar hij vond zichzelf ook niet... Hij wist niet eens dat hij op de voet had gestaan. Nou, dat vind ik ook al belachelijk. Maar... Dan zegt hij, ik ben een slimme speler. Ik ben totaal geen gemene speler. Maar hij doet dit de laatste tijd steeds vaker. En wat je zegt, Johan, de leiding. Want ik begrijp dat Marcel Brands ook zegt dat hij slim is geweest. Nou, ik heb hier... Ik moet even in mijn paperassen kijken. Maar ik heb hier de reactie. Oh, die heb ik hier liggen. Ik heb hier de reactie. Er is er gelukkig één. Kijk, de KNVB, die bel je, de scheidsrechterszaken. En die verwijzen je door naar de persafdeling. Die hebben dan een kant-en-klare verklaring, weet je wel. Maar we hebben gelukkig altijd nog, als we het niet meer weten, hebben Roelof Luinge. En die heeft geen spreekverbod. En die zegt, hij had duidelijk rood moeten hebben. Hij lokt steeds tegenstanders uit. En dat is oncollegiaal. De club moet hem aanspreken op zijn gedrag. Hij is in dienst van PSV, maar zo'n speler kan geen visitezaadje zijn voor zijn club. Maar technisch directeur Marcel Brands, die zegt, ik heb Ola absoluut niet aangesproken op zijn gedrag. Ik ben namelijk blij dat we een speler hebben die dit beheerst. Het was geen zwalbe, alleen niet al te netjes. Het was een slimme geitje. Ja. Nou, daar word ik helemaal beroerd van als beleidsbepalers bij PSV dit goed gaan praten. Maar je zit toch te kijken. Zei ik iets anders? Johan, heb jij niet, als je naar zo'n voetbalwedstrijd zit te kijken, dat je het... Je hebt het bij iedereen. Als je die tweede overtreding van die jongen, die Goudelje tegen Toyfone, hè, moet je op die doetzak, die komt gelijk aangesput met die bal, 45 meter, om tegen die scheidsrechter te zeggen, is de tweede gele kaart, denk ik, waar je het in godsnaam druk mee hebt, man. Ja. Als je die onze vriend Biseswar... Misschien kunnen we het er even laten zien, jongens. Hoezo? Dat tweede moment, nee, wat je zei over doetzak. Nee, maar die Biseswar. Ieder opstootje, binnen en buiten het veld, staat hij erbij. Ja. Zelfs op de parkeerplaats. Ja, het is echt... Als er op de parkeerplaats iets aan de hand is, Biseswar staat erbij. En dan ga ik meedoen en dan denk ik, joh,
concentreer je gewoon op de wedstrijd, man. Die heeft dat de hele wedstrijd de gedaan. De hele wedstrijd. Ja. Maar het leuke is, hij staat dus op een gegeven moment rechts buiten. En er gebeurt iets bij de Claire. Ja. Ik denk, hoe is die in godsnaam zo snel hier? Binnen 4 seconden... Een pol uit de mond staat hij nog van die sprint. Ja. En dan staat hij weer te boksen met iedereen. Hij kreeg uiteindelijk geel. Het was hij nog verbaasd ook helemaal aan het einde van de wedstrijd. Waar je zin in hebt. Ja. Waar je zin in hebt. Onvoorstelbaar. Maar nog even over het beleid dat Johan zegt. Erik, het feit dat PSV er geen afstand veel van neemt. We hebben ook nog de perschef gesproken. Die zei, ja, maar wat er eventueel intern gebeurt, dat gaat jullie niet aan. En bij andere clubs gebeuren er veel ergere dingen. En ja, wat het is, een slimme speler. Ik vind dat heel, heel, heel armoedig. Als je dan een beetje ballen hebt als club, dan zeg je ook van, wij nemen er ook afstand van. Of wij hebben het schorsen voor 1 competitiewedstrijd. Ja, dat gaat misschien wel weer heel ver. Maar je kunt daar wel, om dan in de media ook nog te gaan zeggen, wij vinden dat goed en goed gedaan, zoals Rutte en Brands. Ja, heel armoedig. Je kan beter je mond in houden. Of je zegt gewoon, luister, het is walgelijk gedrag. Want dat vinden wij hier allemaal in de zaal. Maar net als Rutte ook, die dan zegt, ja, maar je moet ook niet vergeten, hij draait altijd heel kort weg. Denk ik, jongen. Diezelfde Toyfoon, ik weet niet of jullie het kunnen herinneren, tegen Utrecht, na die nu op zo'n manier Lenski een rode kaart aan. En toen kregen ze ook nog een strafschop. En Den Haag deed hij ook zo raar met die Leeuwin. Stond hij daar wat te duwen enzovoort. Het is gewoon een heel misselijk ventje. En we hebben ook nog even Ralf Edström gebeld, een Zweden. En die heeft nog met zijn vader samengespeeld. Nou, Ralf ook een etter? Ja. Wat zei je? Wou je zeggen, ook een etter of niet? Nee. Die vader was met de Zweedse BB. En Ralf Edström die kijkt er niet van op. Want die zei eigenlijk, het was in Zweden ook al een onuitstaanbaar jochie. En René heeft gelijk, hij en Dudzak, dat zijn twee hele belangrijke spelers voor PSV. Maar ook de spelers die de sfeer volledig verpesten. Want de PSV-supporters zullen de hoop nog wel hiermee kunnen leven. Maar als je niet emotioneel aan PSV verbonden bent, dan walg je van deze twee konuiten. Ja, maar daarom is het ook zo stom dat ze daar qua leiding geen afstand van nemen. Want je krijgt nu een sfeer de komende wedstrijden. Iedereen loert op die Toyfone. Ja. En je zult ook zien dat het bij scheidsrechters ook door gaat werken. Ja, tuurlijk. De nieuwe Suarez, dat zou het wel eens kunnen zijn. Het voetbal was ook niet zo goed. Want ik sms'te jou, je was zelfs even weggevallen. Nee, maar kijk, ik moet zeggen, ik was heel bijzonder geïnteresseerd. Omdat, ik zag de opstelling van PSV. En toen zag ik, zeg maar, die Rodriguez met Marcelo in de as van het veld. En Wuitens en Hutchinson. Ja. Dan heb je er dus 4 die je eigenlijk bij de opbouw niet kan gebruiken. Dus ik dacht bij mezelf, ik wil wel eens zien hoe ze dat op gaan lossen. Nou, doordat NAC met 10 man kwam te spelen, was het geen probleem meer. Omdat dan heeft Rodriguez zoveel tijd om er een met dezelfde shirt te zoeken. Dat zelfs iedereen dat zou kunnen vinden. We hebben een paar stukjes achter elkaar gezet. Dit is in 3 minuten tijd. Dit is PSV. Heel kort achter elkaar. Ja. Je hebt niet het gevoel dat het altijd even soepel gaat. Kijk, Hutchinson, dat kan gebeuren. Lekker druk is die. Even kaatsen, gewoon hup, kaatsen, weg, bal weg. Ja, nee, dat klopt. Ja, kan gebeuren. Hier, even inspelen die bal. Kan ook. Hier, op, weg. Nee. Dit is een tijdsbestek van 3 minuten, dit. Nee, maar dat klopt. Maar dat komt natuurlijk. Kijk, zeg maar, om de bal te krijgen bij Toyfonen, Berg, Lens en Dudzak, dan moet wel tempo in zitten. En als die Marcelo naar Rodriguez speelt, die spelen gewoon weer terug, is het er eigenlijk al uit. Kun je best goed terug naar de keeper spelen, een lange bal. En ik dacht werkelijk, ik denk nou met die 4 in de as van het veld, hoe gaan ze dat oplossen, zeg? Kijk, dan kan je wel zeggen van Engelaar, maar die heeft toch nog wel een aardige steekbal. En ja, die kan voetballen, Afelay kan voetballen, Bakal kan voetballen, maar die Hutchinson, Wuitens, Rodriguez en Marcelo, die kan je niet in de as van het veld hebben. We gaan even naar een andere wedstrijd toe. Hij zegt zelf, ja, het kan er best overkomen. En ik moest snel beslissen. Ik moest met mijn rechterbeen. Bargas, had hij hem kunnen maken in jouw ogen of niet? Ja, toch wel? Ja, vind je wel? Ja? Had hij die had jij nog gemaakt, Wilfred? Serieus? Ja, dat twijfel ik aan. Maar ten eerste, wat doet die doelman? Room? En ten tweede? Dat is even terugspeelbal. Ja. Ook niet echt lekker. Je kan hem maken, toch? Of niet? Ja. Nee, hij kan erin. Ik vind hem verder best wel een goede speler trouwens, hoor, die Barga. Ik vind het ook een hele leuke speler. Ja, ik vind het ook een leuke speler. Maar het is echt een ontiegelijke missie natuurlijk. Ja, dat is ook het probleem. Want hij zit een beetje met zijn contract in zijn maag. Maar hij zei zelf, ja, dat kan er best overkomen. Want ik moest het met mijn verkeerde been doen. Ja. Ja, blijf het lege doel. Ja. Ja, toch of niet? En hij had maar 2 seconden, zei hij ook. Ja, dat is met kansen wel vaak zo, hoor. Het is niet zo dat je zeg maar minutenlang na kan denken over hoe ga ik dat nou eens doen. Ja, best wel, 2 seconden is best wel lang natuurlijk. Eén grappig ding, want uiteindelijk wint Vitesse die wedstrijd dankzij die nieuwe aankoop Wilfried Boni, die kwam er nog in. Daar kun je wel aan zien dat het een spits is, die hem heel cool afronden. Ja. Maar ja, goed. Maar het had gewoon 3-0 moeten staan voor de Graafschap. Maar mag het ook voor 4 miljoen investeringen? Ja. En je hebt dan niet het gevoel dat het lek boven is bij Vitesse? Nee, ze zijn goed weggekomen. Ja.
Wel lullig voor die Gerrits. Heb je het meegekregen? Gerrits? Ja, die kwam speciaal naar die wedstrijd om Aissati te zien. Die hoorde daar pas dat hij op donderdag al geschorst was voor 2 wedstrijden. Dus die had die hele rit gemaakt, zo als bondscoach van Marokko. Die denkt, nou, die ga ik die Aissati even bekijken. Maar die...